Universiteit van Nederland. Een historisch moment voor Nederland. 18 miljoen inwoners. Het wordt wel druk zo. Nederlandse is bomvol. Is Nederland vol? En kan je dat ooit over een land zeggen? Ja, of Nederland vol is, dat hangt van je referentiepunt af. Dus Den Haag is de meest dichtbevolkte stad van Nederland. En met de dichtheid van Den Haag zouden er 232 miljoen mensen in Nederland passen. Nou, dan kunnen we dus nog een heel stuk doorgroeien. Zo simpel is het niet. Wat Hagenese eten wordt verbouwd in kassen en op de akkers buiten de stad. Er komen honderden vrachtwagens per dag de stad binnen met kantoorgoederen, medische spullen en bouwmaterialen. En de energie van de stad komt van een deel van de windmolens op zee en het water uit de duinen. Dit is Wart Raus. En als wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen leidt hij de plannologen van de toekomst op. Zij proberen Nederland zo goed mogelijk in te richten. Waar is plek voor bossen? Waar moeten nieuwe huizen komen? Ja, en kunnen we ergens nog een plekje vinden voor een weg naar die nieuwe huizen toe? Het is een lastige puzzel. Ja, het piept en kraakt als het gaat om de inrichting van Nederland. We hebben niet alleen een schreeuwend tekort aan betaalbare woonruimte, maar we hebben ook een biodiversiteitscrisis, een stikstofcrisis. Een dreigend tekort aan zoet water een enorme klimaatopgave. Dus we lopen duidelijk tegen de grens aan. Volgens schattingen van onderzoekers gebruiken we in Nederland drie keer zoveel land als we hebben. Bijvoorbeeld doordat we veel voedsel en spullen importeren uit het buitenland. Ja, drie keer zoveel. En ondertussen blijft het aantal inwoners groeien. Nederland wordt de komende jaren steeds drukker. De Nederlandse bevolking zal de komende jaren flink blijven groeien. Dat voorspellen onderzoekers. Iets wat tot felle discussies kan leiden in de politiek. Dat is echt te smerig voor woorden. Klaar mee. Helmel. No. Waar partijen hun stukje van de puzzel beschermen. Wij moeten ervoor zorgen dat we genoeg boeren houden. Als Nederland ergens meer vol is het wel met hoeveelheid dieren die we op dit moment hebben. Het land raakt vol. Niets nieuws, want meer dan 100 jaar geleden waren er onder wetenschappers ook al zorgen over de snelle aanwas onze bevolking. Terwijl we toen nog maar met 7 miljoen waren. En in de jaren 70 uit de koningin Juliana ook al haar zorgen. Ons land is vol, ten dele overvol. En op dat moment zaten we nog maar op 14 miljoen. En toch zeggen onderzoekers nu, aangesteld door de overheid, dat we beheerst moeten blijven groeien. Koers op een gematigde groei van de bevolking in Nederland richting 2050. Groei toe. Naar een land van 19 à 20 miljoen inwoners. Want als we krimpen. Dat kan economische problemen opleveren. Onder andere omdat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt. Er zijn nieuwe en jonge mensen nodig die geld verdienen. Geld om bijvoorbeeld de zorg van te betalen. Maar te snel groeien. Ja, brengt ook risico's met zich mee. Er zijn nog meer woningen nodig als de bevolking te snel groeit. Ook in de zorg en in het onderwijs kunnen de problemen toenemen. Niet krimpen, dus, en niet te snel groeien. Maar ja, of je het nou leuk vindt of niet, waarschijnlijk blijven er mensen bij komen. Wat duidelijk is, is dat meer bewoners vraagt andere keuzes in hoe we ons land gebruiken. En de vraag die erachter ligt is: wat wil je? Dus de vraag: is Nederland vol? Het is maar net hoe je er naar kijkt en wat je belangrijk vindt. Dus meer wonen betekent ook dat we moeten kijken. Ja, wat, wat doen we dan met natuur of met landbouw? Of als we meer zonnepanelen ergens willen neerleggen, kunnen we dat slim ergens integreren ook in gebouwen? In deze aflevering laat Wart zien welke opties we hebben in ons land. Ja, dat is een enorme puzzel voor planologen. Daar gaat dus over welke kant willen we op. Dus gaan we die randstad verder verstedelijken? volgen we dat voorbeeld van Parijs. Eén hele grote stad. Die uh, zes, zeven bouwlagen heeft. Gaan we nog hoger, een stad als Hongkong. Of houden we eigenlijk een beetje vast aan het Nederland dat we nu hebben. Die structuur met een aantal kleinere steden in een landschap. Uh, en dat we dat uitbreiden naar het oosten. Maar het gaat ook over de vraag, hoe wonen we dan? Dus is het huisje, tuintje of in appartementen? Is het alleen of als collectief? Laten we eerst kijken hoe Nederland er nu uitziet. Alle plekken in Nederland hebben een bestemming. En dat betekent een soort stempel op wat daar moet gebeuren. Als ons land zou bestaan uit 100 puzzelstukjes, dan zijn daarvan op dit moment 60 voor de landbouw, 13 voor natuur, 11 voor bebouwing, waarvan ongeveer 6,5 voor wonen. 10 voor water, zoals rivieren en meren. En drie voor verkeer en nog eens drie voor sporten, parken en recreatie. Zo'n bestemming dat geeft eigenlijk aan van dit zijn de grenzen van wat er op deze plek mag. Zowel wat betreft vorm als functie. Als je het hebt over vorm, dan gaat het over. Hoeveel verdiepingen een gebouw mag zijn, bijvoorbeeld. En als je het hebt over functie, dan gaat het over: uh, kan je hier alleen wonen of mag je hier ook uh, werken of een winkel hebben in dit pand? We nemen even een van de meest besproken puzzelstukjes eruit: wonen. Hoeveel ruimte heeft een gemiddeld mens daar eigenlijk voor nodig? Als we kijken naar woonruimte, dan is er eigenlijk een fixatie op groter. Dus waar we in 1900 gemiddeld 10 vierkante meter woonruimte per persoon hadden, is dat vandaag de dag 53 vierkante meter per persoon. Even ter vergelijking, buurlanden als Duitsland en België hebben 47 vierkante meter per persoon. En in Oost-Europa is het aantal vierkante meters nog een stuk lager. En uh, we zijn voor die woning ook meer grond gaan gebruiken. Dus heel veel mensen wonen huisje-tuintje, mm -hmm. maar 20% van de Nederlanders woont in een appartement. Daarnaast zijn de, zijn de kavels zijn groter geworden, de straten zijn breder geworden. En tegelijkertijd zijn er meer mensen in Nederland komen wonen, maar wonen we eigenlijk met minder mensen in een huis. En al die factoren die tellen op. Uh, stedenbouwkundige Rudy Uithagen heeft berekend dat we zo'n 30 keer meer ruimte voor wonen zijn gaan gebruiken dan 100 jaar geleden. En voor wonen, is dat dan echt voor je woning? Ja, dat is dus je woning, maar ook je kavel, de toegangsweg naartoe. Wonen is dus in de afgelopen eeuw een steeds groter puzzelstukje op onze kaart geworden. Maar als we het hebben over hoeveel ruimte hebben we per persoon nodig, dan nemen we per gemiddeld mens nog veel meer ruimte in. Want het gaat niet alleen over hoe je woont, maar ook over hoe je leeft. Dus uh, hoe je reist, de vakantie viert, dat heeft allemaal een ruimtelijke weerslag. Als jij met de fiets of lopen naar je werk gaat, dan kost dat veel minder ruimte dan met de auto. En ook vakantieparken zijn mateloos populair. Hè? Dus je ziet dat er veel wordt gebouwd rond de kust en natuurgebieden. Dus dat zijn individuele keuzes. En je hebt ook meer systeemkeuzes. De overheid, uh, Nederland is distributiecentrum van Europa, mede dankzij actief beleid. Maar dat betekent ook dat langs onze snelwegen enorme wanden van logistieke centra staan. En natuurlijk de energietransitie. Die duurzame energie, die windmolens, die zonnepanelen, die moeten ook allemaal een plek krijgen. Het betekent vooral dat als we dingen willen veranderen, dat dat ook heel vaak te kosten gaat van andere functies die ruimte vragen. Dus het gaat heel erg over wat voor keuzes willen we maken. En, en ruimtelijke ordening wordt vaak gezien als, een, als iets technisch, maar het is in essentie heel politiek. Simpel gezegd gaat het dus eigenlijk om de vraag, wat vinden we als Nederlanders belangrijk? Maar ja, hoe beslist je zoiets? Het Planbureau van de Leefomgeving probeert ons daarbij te helpen. En die heeft dus vier toekomstscenario's geschetst. Hoe zou Nederland eruit kunnen komen te zien? Die ons eigenlijk helpen om vooruit te denken. En te zien: oké, okay, de keuzes die we maken, wat voor ruimtelijke consequenties die hebben die. Voor wonen, voor werken, uh, voor landbouw. Scenario nummer 1. Met de titel Regionaal geworteld. Een samenleving gericht op kleinschalig en gemeenschap. Wonen en werken gebeurt in dit scenario in kleinere steden en dorpen. Er wordt als gezegd over dit scenario in elk dorpje een straatje erbij. Dus veel ruimte voor woningen met eigen tuin. Uh, vervoer meer regionaal georganiseerd. En natuur en landbouw worden gecombineerd. In natuur-inclusieve landbouw met boeren die hun producten verkopen bij een lokale winkel. Voor wonen betekent dit scenario omdat we allemaal gaan wonen in een huis met een tuintje erbij... dat het landgebruik voor wonen het meeste toeneemt. Scenario 2, met de titel Groenland. We zien onszelf als onderdeel van de natuur. En de natuur heeft het daarbij voor het zeggen. Ja, natuurlijke oplossingen bepalen eigenlijk de inrichting van het land. Dus uh, met meer ruimte voor het opvangen van heftig regenwater... of rivieren die wat kunnen uitdijen. Bouwen met natuurvriendelijke materialen. En die meer woningen die komen eigenlijk vooral in de stad en rond om uh, OV-knooppunten, zodat daar buiten ook meer natuur kan worden gecreëerd. Waar in scenario 1 een huis met een tuin centraal stond... is hier meer ruimte voor natuurgebieden. In scenario Groenland is eigenlijk de extra ruimte die we nodig hebben voor wonen... eigenlijk het kleinst van alle vier de scenario's. Scenario 3. Mondiaal Ondernemend. Dit is een individualistische samenleving. Met een groot geloof in internationale handel, marktdenken en maakbaarheid. Bij Mondiaal Ondernemend verstedelijk de randstad verder. Eigenlijk richting Almere, Apeldoorn, Zwolle, Noord-Brabant. En het oosten, eh, zuiden en noorden van Nederland blijft eigenlijk rustiger. Tegelijkertijd de veehouderij die schaalvergroting doorzet. In nog grotere complexe megastallen. Streng gescheiden van de natuur. En uh, ontspanning in natuur vind je dan eigenlijk buiten de randstad vooral. Ja, dat is dus een verdere verstedelijking van, van het westen van Nederland. En dat betekent ook de hoogte. We gaan meer ook in flatgebouwen. Scenario 4. De snelle wereld. Een digitale maatschappij waar je je boodschappen online bestelt en thuisbezorgd krijgt. En met een deelauto om de hoek. Het leven speelt zich vooral online af. En waar je woont, dat doet er minder toe. Met verspreiden zich uit over heel Nederland. En er is minder planning over wat waar komt. En de grenzen tussen stad en platteland vervagen daardoor. De binnenstad, uh, zoals je hem kent, ja, die verdwijnt. We ontmoeten en winkelen voornamelijk online. Dat betekent ook dat we minder reizen. Ja, want we doen meer online. Dus we hebben minder ruimte nodig voor, voor, voor wegen en mobiliteit. Maar meer voor datacenters. En zo vormt elk scenario net een andere puzzel. Maar voor welk van die scenario's moeten we dan gaan? Wat is nou de beste keuze? Die toekomstscenario's, dat zijn extreme. Die helpen ons eigenlijk beter te zien welke keuzes we hebben en wat daarvan de consequenties zijn. Uiteindelijk komen we ergens in een combinatie uit. Maar grote opgaven rondom klimaat, betaalbaar wonen en natuur, daar zullen we echt ruimte voor moeten maken. Dat betekent eigenlijk drie dingen. We moeten... Echt duidelijker, actiever keuzes maken over hoe we ons land willen inrichten. En dat is een vraagstuk dat ons allemaal aangaat. Het betekent ook dat we goede lange termijnsplannen moeten ontwikkelen. Die gedragen worden door de bewoners en gebruikers met middelen om ze te kunnen realiseren. En het betekent paradoxaal genoeg ook dat we ook flexibiliteit in die plannen moeten inbouwen. Want ja. Dingen lopen soms anders dan gedacht. De toekomst is onzeker. Dus misschien verplaatsbare woningen op bepaalde plekken. Zodat als die zeespiegel sneller stijgt, of de klimaatverandering sneller gaat, dat we die weg kunnen halen. Of experimenteren met collectieve woonvormen om met die vergrijzing om te gaan. Het is gewoon een puzzel. Het zijn allemaal ruimtelijke keuzes. En die vragen om een strategie voor de toekomst. Wij wensen alle plannenlogen veel succes met puzzelen. En ben jij je nou ook bewust geworden van de ruimte die je inneemt? En vind je het zelf leuk om met ruimte te puzzelen? Je vindt meer informatie over de toekomstscenario's op de site van het Planbureau voor de Leefomgeving. Klinkt saai, maar het is hartstikke leuk. En laat ons vooral ook even weten welk scenario jou het meest aanspreekt. Tot de volgende!